In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en een spoor van geweld en vernieling trok door Europa. Een aanzienlijk deel van deze wereldbrand werd uitgevochten op Vlaamse bodem. 2014 wordt dan ook voor Vlaanderen een belangrijk herdenkingsjaar dat door het Vlaams Vredesinstituut en het Vlaams Parlement nu al in de stijgers wordt gezet. In deze aflevering van Actuaal Logboek neemt Vlaams SPA-parlementslid Philip de Coene ons mee naar de herdenkingsmissie van het Vlaams Vredesinstituut in het Franse stadje Verdun. Uitgesproken symbool van de Grote Oorlog. We staan hier op dit ogenblik in Kortrijk aan het gebouw van de Socialistische Mutualiteit. We zijn ze bijzonder dankbaar dat we hier mogen parkeren. We zijn hier in veilige handen. En zo meteen nog in betere veilige handen met de mensen van het Vredesinstituut. Tenminste, als ze hier op tijd geraken. Want er is file. File dankzij de stakingen van de NMBS. En we gaan op bezoek naar Verdun. Verdun is gekend in de geschiedenis. Niet alleen omwille van het verdrag van Verdun. Maar voornamelijk ook omwille van de bloedige veldslagen in 1916. En u weet, binnen enkele jaren in 2014 hebben we de 100ste verjaardag van de start, ja eigenlijk jammerlijke start van de Eerste Wereldoorlog. En we gaan zien in Verdun hoe men al daar dat probeert te herdenken. En de bedoeling is dat we partijoverschrijdend, maar ook bevoegdheidsoverschrijdend, een aantal zaken kunnen realiseren. Denk aan vredeseducatie, herinneringseducatie in het kader van onderwijs. Economie is erbij betrokken, toerisme is erbij betrokken. Waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk in Vlaanderen ook nogal betrokken partij zijn geweest. Meer bepaald in de Westhoek. En ik denk dat het goed is dat we van mekaars aanpak leren en dat we proberen over de grenzen heen, 100 jaar na die vreselijke oorlog, een manier te vinden om vrede te promoten. We zijn met een beetje vertraging aangekomen in Douaumont, het knekelhuis van Douaumont, vlakbij Verdun, waar naar verluidt de stoffelijke overschotten liggen van meer dan 100.000 Franse en Duitse soldaten gesneuveld bij de slagvelden van Verdun. Zover je kan kijken, zie je hier de kruisjes van de soldaten die geïdentificeerd zijn. Zij werden gevonden en konden dus getraceerd worden. Hun identiteit was bekend. Hier wordt je toch wel een beetje stil van. En je merkt ook dat in de dood iedereen gelijk is. Je hebt hier graven van Franse soldaten, maar ook van Noord-Afrikaanse soldaten die dienden in het Franse leger en hier eigenlijk broederlijk begraven zijn met die mensen die van Frankrijk zelf afkomstig waren. Maar er waren nog veel meer van wie de identiteit nooit is achterhaald geworden. En daarvan zijn de stoffelijke overschotten allemaal opgebaard in het knekelhuis, het ossuaire van Douaumont. Op het knekelhuis zijn alle schilden aangebracht van de steden die een bijdrage hebben geleverd voor de bouw van dit complex. En ik vind er mijn stad in terug, Kortrijk. Kortrijk. Lucas, wat mij opvalt, die bouwwerken, vooral die Franse, die herdenkingsbouwwerken, die zien er zo vaak morbide uit. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Amerikaanse of de Britse, ja, die zijn sereen, maar die hier, ja, die zijn zo'n beetje spooky. Ja, maar het is wel een spooky plek natuurlijk. Als je weet dat hier bijna 500.000 mensen gesneuveld zijn, dan kan ik me toch voorstellen dat je geneigd bent om iets heel morbide te maken. En het is ook een heel morbide plek, omdat daaronder zijn de raampjes. En door die raampjes kan je dus letterlijk de geraamte zien van die 150.000 mensen die hier dus samen liggen. En ik vind dat het gebouw eigenlijk wel gepast is. Het heeft iets heel vreemds. Het schept een heel vreemde sfeer. Maar ik vind het wel bijzonder indrukwekkend eigenlijk. Het ziet er hier nu bijzonder vredig uit. Maar deze omgeving was na de Eerste Wereldoorlog een maanlandschap. Alles was hier verwoest. De dorpen, de straten, de kerken, de winkels, de huizen. Alles was hier verdwenen. En het enige wat je hier vond was een slagveld met bijzonder veel menselijke overschotten, met menselijke resten, met wapenuitrusting, met kogels, granaten. Tot op vandaag, als je hier een beetje in de aarde woelt, vind je relicten van die vreselijke veldslagen.
Welk gevoel overheerst bij jou als je dat ziet? Bah, ik heb een familiale band hiermee, zoals velen van ons, denk ik. Mijn grootvader heeft 4 jaar in de tranchées gelegen, zoals men dat toen zegde. En ik heb daar veel van gehoord toen ik... heeft dat mij daar veel van verteld? Over die Eerste Oorlog. En ja, het doet er mij onvermijdelijk aan denken. Dus voor mij is dat geen historische plek zoals ik kan hebben als ik iets lees of in Waterloo ben op het slagveld van Napoleon. Hier kan ik me goed voorstellen dat die... hoe mijn grootvader er moet uitgezien hebben. En ik zie dan die jongens die hier begraven zijn, die de leeftijd hadden van mijn grootvader tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is zeer emotioneel toch wel. Dit is de zogenaamde tranchée de bayonet. Een loopgraaf die plots werd bedolven door aarde en waar soldaten zogezegd terechtstaand zouden niet gesneuveld zijn. Nu, dat verhaal blijkt een beetje verzonnen te zijn, maar toch... Het staat symbool voor al die jonge mannen die gewoon gesneuveld zijn in hun loopgraaf, in de meest ellendige omstandigheden. En we zijn hier bij onze gids, die een en ander heeft uitgelegd, die zelf niet van de streek is. Mevrouw komt uit het noorden van Frankrijk, maar ze gidst heel veel bezoekers hier rond en ze doet haar verhaal. Alors moi je me souviens, il y a quelques années, c'était un quart d'adulte qui venait de Bretagne. Et parmi les personnes qui étaient là, quelqu'un dit « Oh, je crois que j'ai un oncle, que je n'ai pas connu bien sûr, il est mort à 20 ans, le pauvre garçon, et qui doit, on m'a dit qu'il avait été tué à Verdun. » Comme nous avons un service des sépultures de la Meuse qui est fort bien tenu, pendant une visite, une collègue qui était dans un fort téléphone au service compétent avec le nom du défunt, et petit miracle, eh bien... En ressortant, on avait l'adresse du cimetière et le numéro de la tombe. Avec l'accord de tout le monde, nous avons donc fait un petit crochet pour aller nous recueillir sur cette tombe. Et là, nous l'avons retrouvé, ce garçon. Alors ce garçon qui avait eu sans doute une vie très difficile, puisque sa maman, on m'a dit que sa maman était mère célibataire, une servante. Bon, on s'imagine très bien ce pauvre garçon qui, à peine débarqué à Verdun, se fait tuer sur la côte 304 à 20 ans, et qui, oublié ou presque de tout le monde, se retrouve tout d'un coup avec tout un bus, la larme à l'œil, en train de cueillir qui une pâquerette, qui une petite fleur des champs pour lui mettre sur sa tombe. Et j'avoue, c'est pour moi resté un souvenir émouvant. Het is opvallend dat de belangstelling voor de Tweede, en in dit geval voor de Eerste Wereldoorlog, ook bij ons weer bijzonder levendig is. Ja, maar ik vind dat zeer goed. Hè. Allee, ik vind, dat mag nooit vergeten worden, het klinkt als een cliché, maar het is iets dat... Ik hou van de actualiteit daarvan, omdat ik besef hier ook hoeveel geluk wij hebben gehad dat we dit nooit hebben meegemaakt. Dat wij dus nooit op een leeftijd geweest zijn dat we moesten gaan strijden en hier als kanonnenvlees werden opgeofferd. Maar dat kan ook terugkomen. Het was een boeiende dag vandaag. Ik zit hier nu in mijn hotelkamer in een klein maar behoorlijk hotelletje in het centrum van Verdun. En ja, je denkt toch wel na bij wat je vandaag allemaal hebt gezien. Wat mij ook opviel was dat de collega's van het Vlaams Belang, die waren heel stil ook bij die talrijke gedenktekens, die, ja, je kan niet zeggen kruisjes, maar gedenkstenen, voor die gevallen Noord-Afrikaanse en Midden-Afrikaanse soldaten die volop streden aan de zijde van de Fransen. Zo zie je maar, mensen zijn soms gelijker dan ze denken en al zeker gelijkwaardiger dan soms wordt verteld. Ik ga nu nog even napraten met de collega's en morgen vroeg uit de veren, want we hebben eigenlijk weer een drukke dag. En we bezoeken een aantal dingen in Verdun zelf, ook een aantal slagvelden in de onmiddellijke buurt. En ik stel voor dat we straks afspreken. Tot ziens, dag. Volgende week, deel 2 van het Actualoogboek van Philippe de Koenen.